In de indrukwekkende finale van Over mijn lijk wordt het aangrijpende afscheid van Jeffrey getoond, die op 13 november van het vorige jaar de strijd tegen darmkanker verloor. Zijn nalatenschap omvat zijn diep bedroefde vrouw Trudy en hun twee kinderen, Max en Merel. Het hartverscheurende beeld van Trudy en de kinderen die voor de rouwwagen uitlopen, raakt kijkers diep. Het feit dat Jeffrey zijn twee jonge kinderen achterlaat, voegt een extra emotionele lading toe aan het afscheid. De immense liefde en waardering voor Jeffrey blijken uit de uitgestrekte rouwstoet op de dag van zijn begrafenis. Trudy, Max en Merel leiden de stoet, terwijl het vuurwerk de lucht inschiet als eerbetoon. Jeffrey was geliefd als hoofdtrainer van de voetbalclub in Asperen en zijn vrienden, familie en dorpsgenoten eren hem op passende wijze. De kenmerkende kist, eerder versierd door Jeffreys kinderen, wordt nu gedragen door zijn familie met Merel in de armen van Trudy. In een emotioneel moment richt Rudy zich voor een laatste keer tot Jeffrey. Je bent mijn maatje en ik moet je laten gaan. Het doet pijn, want ik wil het niet, vertelt ze met gebroken stem. Ik weet nog niet hoe ik verder moet, maar ik beloof je dat ik je trots zal maken. Lievert, besef hoe trots ik op jou ben. Je hebt gevochten als een beer, altijd sterk en krachtig. Je was alles wat ik wenste. De kinderen zullen hun liefdevolle vader nooit vergeten. Ik hou van je, schat. Tot we elkaar weer ontmoeten. De kijkers van Over Mijn Lijk kunnen hun emoties niet bedwingen bij het aanschouwen van deze ontroerende beelden van het afscheid. Op sociale media uiten ze hun verdriet en delen ze hun respect voor Trudy en de kinderen. Wat een intens moment als je Trudy en de kinderen ziet lopen, schrijft een kijker. Het is zo onrechtvaardig, voegt een ander toe. Rust zacht, Jeffrey. Mogen het je goed gaan daarboven.